comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. En dat zonnetje konden ze in Gijsteren zondag wel gebruiken. Ondanks het druilerige weer was het evengoed een gezellige boel in het centrum. Nadat het geruime tijd stil was geweest rondom het tweejaars kunstfestival, heeft een groep vrijwilligers samen met enkele ondernemers een nieuwe eigentijdse opzet bedacht. Voorheen was de kunstmanifestatie Gijsteren. Daar is Mieke van Uden 28 jaar geleden, meen ik, mee begonnen. Eén keer in de twee jaar op moederdag een kunstmanifestatie in Gijsteren. En dat wilden we eigenlijk helemaal in een nieuw jasje steken. Het oude bestuur is er eigenlijk een aantal mensen wilden stoppen. En toen hebben de overgebleven bestuursleden hebben nieuwe mensen gezocht. En nou hebben we een nieuwe kunstmanifestatie of een nieuw festival met een nieuwe naam en nieuwe mensen. En deze nieuwe naam is Cleo. Kunst, luister en ontmoet. Het evenement is een rondje om de kerk geworden waarbij muziek, kunst, culinaire hapjes en drankjes op de thematerrassen de optimale sfeerbeleving creëren. Voor jong en oud viel er wat te beleven. De jeugd kon proeven aan het schilderen en een van de onderdelen was het muzikale pad van Goetefix. En daarmee was deze editie anders dan de bezoekers gewend waren van de kunstmanifestatie. Het is allemaal iets kleinschaliger. Voorheen was het een festival met heel veel kunstenaars. 70 kunstenaars waren de laatste editie met heel veel werken. En nu hebben we IROC benaderd, Galerie uit Horst. En die heeft alle kunst verzorgd. Dus ze hebben alle kunst voor hun rekening genomen. We maken geen gebruik meer van marktkraampjes, wat voorheen het geval is. We hebben nu gebruik gemaakt van bestaande schuren in het dorp. Dus bij de Boogaard, bij de Lindenhof. En daar hebben we de kunst geplaatst. We hebben nog steeds live muziek bij de terrassen. En we hebben iets minder theaterkunst. Maar we wilden het iets kleiner houden, zodat we ook minder financieel risico hebben. Veel Gijsterse inwoners hebben geholpen het evenement op poten te zetten. Dat is heel fijn en we kunnen vaak een beroep doen op mensen om als vrijwilliger zich in te zetten. Of met het opbouwen van terrassen of tentjes. Gisteren hebben we een noodplan uit de kast moeten trekken omdat het weer vandaag nogal tegen zit. Dus hebben we de route veranderd, nog wat partytenten geregeld. En het is gewoon heel fijn in zo'n klein dorp dat iedereen bereid is om te helpen. Dus het kan toch allemaal doorgaan vandaag. De organisatie van Cleo gaat na deze editie evalueren en hoopt iedere twee jaar een kunstevenement te kunnen houden. It's Wednesday morning.